Auto is op 100 meter van het startpunt. Start is gevallen. Deelnemers zijn onderweg en er werd wat geslingerd achter de auto. Eén deelnemer is wat teruggevallen, dat is Hold Me Quick. En die begint als laatste aan het veld. Het is Hummer Scott die de leiding graag wil hebben. Maar het voorbeen zat er nog tussen van Humble Hill. Dat had Tesla goed gezien en dus blijft hij er voorlopig nog even naast. Nu wordt er even gesproken. Uitgeschakeld nummer 2, uitgeschakeld nummer 4. Uitgeschakelde nummers 2 en 4. 2 en 4 eruit, dat zijn twee outsiders. En de favorieten gaan verder. Hummer Scott heeft inmiddels de leiding overgenomen. Tweede plaats is voor Humble Hill. Daarachter op plaats 3 volgt Happy Okanje. De vierde plaats is voor Hugo Lobel. En vijfde is Hooters USA. Dat zijn de paarden die nog in de strijd zijn voor het criterium der vierjagers. Ze liggen alle vijf achter elkaar en het veld gaat de linkerbocht nu in. Onder aanvoering van Hummer Scott. Hummer Scott won de sweepstakes. Daarna heeft hij nooit meer de jaargangstop op kunnen zoeken. Vandaag is het weer zover. En daarachter op plaats 2 ligt Humble Hill. Derde plaats daarachter is dan voor het nummer 1 van Happy Okanje. En achter Happy Okanje volgt Hugo Lobel. En achter Hugo Lobel is het de andere Hugo, maar dan als rijder Hooters USA. Ze komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Weinig veranderingen en er zit tempo genoeg in deze koers. Tesla laat het niet afzakken aan kop. Integendeel, hij houdt tempo met Hummer Scott. Hummer Scott, daarachter Humble Hill, die krijgt hem heel lekker. Daarachter gaat nu naar het tweede spoor in het vierde positie Hugo Lobel. Achter hem aan gaat Hooters USA, die oogt wat lui. Langeweg junior moet hem even wakker maken, maar dat is inmiddels gelukt. En zo gaan de deelnemers de rechterbocht in. Leiding in handen van Hummer Scott. Tesla kijkt opzij, ziet die gouden helm komen. Die gouden helm die hij voorlopig zelf even in handen heeft. Virtueel, want hij staat aan kop bij de rijders. Zo gaan de deelnemers de rechte lijn overzij in. Leiding in handen van Hummer Scott. Daarachter op plaats 2 Humble Hill. Aan de buitenkant Hugo Lobel. Daarachter Hooters USA in het tweede spoor op de rug van de gouden helm. En daarachter aan de relingzijde wil wel over de karren heen klimmen. Happy Okanje. Veld schuift helemaal in elkaar en ze gaan op weg naar de laatste bocht. Hummer Scott nog altijd vooraan. Hummer Scott staat onder druk aan de buitenzijde van Hugo Lobel. Daarachter zit Humble Hill nu vast. Aan de buitenkant daarnaast Hooters USA. En daarachter nu naar het tweede spoor. Happy Okanje. Alle vijf nog kansen. De een wat meer dan de ander voor het koersverloop. En ze zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Aan de buitenzijde Hooters USA. En daar vlak vooruit gaat nog Hugo Lobel. En Hugo Lobel neemt nu de leiding over. Hugo Lobel komt als eerste in de laatste rechte lijn. Hooters USA gaat erachteraan. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Het is Hugo Lobel. Die heeft 2-3 lengte voorsprong gepakt. Hooters USA loopt op dit moment niet echt in. Nu gaat hij het oppakken. Maar het is Hugo Lobel die leidt en Hugo Lobel gaat hem ook winnen. Criterium is voor Hugo Lobel. Tweede plaats is Hooters USA. Derde aan de buitenzijde Happy Okanje. Vierde is Humble Hill. Vijfde Hummer Scott.